Heb je niet nog die zanger gezien die cocaïne stond te snuiven op het podium van Goldband? Daar heb ik beeld van gezien, ja. Ik was daar niet van onder de indruk. Ik vond het ook niet zo heftig. Iedereen weet dat er in Nederland honderdduizenden cocaïne snuivers zijn. Ja, of je dat nou thuis doet op een partijtje of op een met je in zo'n beetje in je blote reet op het toneel. Dat je ook, blijkbaar ook om behoorlijke popmuziek te maken, moet je ook weer zo aanstellen. Dat vind ik zo sympathiek. Dat bestaat van opname van de Beatles die voor het eerst in Amerika zijn. In het Shea Stadium, nou, geloof ik. Of Shea, ik denk dat het Shea Stadium. En daar staan ze zo keurig met z'n vieren naast elkaar. Met de gitaar voor de borst en natuurlijk Ringo op de drum. En ze doen geen gekke dingen. Ze hebben geen rare hoedjes op. Ze dansen niet. Ze zijn niet in hun blote reet. Ze snuiven geen cocaïne. Misschien deden ze dat wel thuis. Ik weet het niet. Maar ze staan erbij als vier brave jongens. Drie brave jongens, de een zit. En dat werkt. Waarom zijn die popmuzikanten toch altijd van die exhibitionistische aanstellers? Waar is daar voor goed voor? Je hebt Madonna eerder genoemd. Aandacht trekken, denk ik. Ja. Je ziet toch ook zo'n toppianist. Die komt toch ook niet in zijn zwembroek? Of komt dat daar ook voor, deze vormen van exhibitionisme? Heb ik het nog nooit gezien? Nee, ik ook niet. Maar goed, dat zal me aan de druk zitten, dat is wel bekend. Maar dat je het ook op het podium doet, dat was vrij uniek. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het gebruik van drugs de muziek niet beter maakt. Hmm. Je weet dat van schrijvers ook, hè, ze drinken en snuiven, daar word je geen betere schrijver van. Nee. Je moet gewoon achter je bureau, zo nuchter als een kalkoen, moet je aan de slag. Maar deze Goldband-zanger die heeft wel zijn excuses aangeboden, omdat hij ook hoorde dat heel veel kinderen aan zijn excuses aangeboden. Ja, hij had mij kunnen bellen, omdat ik, zoals je weet, excuses heb aangeboden voor de complete wereldgeschiedenis. De hele bliksemse boel. Ook slapjanissen, ook popmuzikanten. Ik heb, mijn excuses. Hele generatie, ook voor mijn generatie, allemaal excuses. Boomers, excuses aangeboden. Het is ongelooflijk. Ken je die Goldband? Had je al wel eens van gehoord? Zeg maar, nee, ik had er nooit van gehoord. Het schijnen bouwvakkers te zijn die dus zijn gaan zingen. En dat slaat aan. Oh, nou ja, maar prima. Was er niet iemand die bij de slimste mens heeft gezeten, die ook bouwvakker was? Zou die ook niet van de Goldband zijn geweest? Dat zou kunnen, dat heb ik niet gezien. Jullie hebben zoveel kandidaten daar en het wisselt zo snel. Ja, het zijn 60 per jaar. Dus vandaar ook dat ik mensen vragen ook altijd van, maar hij zat toch bij de... Ja, weet ik veel. Als dat 4 jaar geleden is, dan heb je geen idee van, reken even uit, het is het 11e seizoen. Dus dan zit je al op 660 verschillende namen en mensen.